Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen verder in het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 2, nu de versen 13 tot en met 15. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Jozef stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Broeders en zusters, ik heb als titel boven dit dagelijks woord gezet: uit Egypte geroepen. U weet, Matthäus schreef zijn evangelie vooral met het oog op Joodse hoorders. Dat horen we heel het evangelie terug. We hoorden in het vorige hoofdstuk het eerste hoofdstuk, waarin Matthäus het geslachtsregister van Jezus geeft en het geslachtsregister laat beginnen bij Abraham, de vader van het volk Israël. Jezus is de grote zoon van Israël. En in dit tweede hoofdstuk merken we dat ook weer. Matthäus geeft allerlei citaten uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat Jezus de Messias is, waar het volk Israël zo lang naar had uitgekeken. Een hele rij schriftcitaten maken dat duidelijk. De gelovigen uit de heidenvolken kennen die citaten uit het Oude Testament allemaal nog niet. Maar de doelgroep waar Matthäus voor schreef, de Joden, die kenden ze maar al te goed. Daarom hoort het ene schriftcitaat na het andere. Jezus wordt geboren in Bethlehem, zoals voorzegd was door de profeet Micha. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En even verderop, wanneer Herodes de kindermoord op de kinderen van Bethlehem uitvoert: een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Een citaat uit de profeet Jeremia. Wanneer Jeremia klaagde over het lot van het volk Israël toen het in ballingschap werd weggevoerd naar Babel. Zoals het volk toen jammerde over het trieste lot van haar bewoners, zo jammeren nu de moeders van Bethlehem over het trieste lot van hun kinderen. En het derde citaat wat we in deze verse tegenkomen, dat is het vers van de profeet Hosea: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Met deze woorden wees Hosea het volk Israël van zijn dagen op haar bijzondere ontstaansgeschiedenis. Aan het begin van hun geschiedenis is het volk Israël door God gered uit Egypte. De Heer God heeft hen lief, heeft hen daarom gered uit het sluis van huis, waar hij weg dood zou lopen, om hen onder Mozes uit Egypte te leiden. In zo'n bijzondere weg, zegt Matthäus, gaat de God van Israël nu opnieuw, maar nu met zijn zoon Jezus. De weg die God met Jezus gaat, is dezelfde weg die hij met zijn volk is gegaan. Zoals God het volk Israël in veiligheid heeft gebracht in een tijd van hongersnood en het heeft laten schuilen in het land Egypte, zo heeft God nu zijn zoon Jezus in veiligheid gebracht en hem laten schuilen in Egypte. Het volk Israël, de 12 zonen van Jacob, vluchtte in de tijd naar Egypte vanwege het gevaar van hongersnood. Nu vlucht Jozef met Maria en het kind Jezus naar Egypte om te ontkomen aan de dreiging van koning Herodes. Beide keren is Egypte dus een veilige haven, een uitwijkplaats. Maar Egypte is niet het doel van God. Hij gaat met Israël een andere weg. Op het moment dat het volk Israël daar opnieuw in gevaar komt, nu door dreiging van de farao,
leidt God zijn volk Israël weer terug. Uit Egypte, terug naar het land Israël. En zo leidt God nu zijn zoon Israël weer terug uit Egypte. Terug naar het land Israël. In de tocht die Jozef met zijn gezin gaat, terug uit Egypte naar Israël, ziet Matthäus de weg die God gaat. Hij ziet de parallel tussen het volk Israël en het kind Jezus. Jezus gaat precies dezelfde weg die het volk Israël is gegaan. En daarmee benadrukt Matthäus, Jezus is de Zoon van God. In hem gaan de beloften aan Israël in vervulling. Het heilsplan dat God met het volk Israël wilde uitvoeren, komt nu tot vervulling in Jezus. Jezus zal doen wat het volk Israël niet lukte. Leven naar Gods wil. De Tora vervullen. Jezus brengt Gods koninkrijk aan Israël en aan alle die in Israël zijn ingeënt. Jezus gaat de weg die Israël zou moeten gaan, maar niet kon volbrengen. En daar zit een diep, troostvolle boodschap in. Want Jezus gaat daarmee ook de weg die u en ik niet kunnen volbrengen. Daar is ook tegelijk de toepassing van deze verse. Het lukt het volk Israël niet om te leven naar Gods wil. Om te leven uit de Tora. Om te leven in Gods liefde. En zo licht te brengen in de wereld. En nu? Lukt dat jou? Leef jij wel naar Gods wil? Leef jij zoals God je bedoeld heeft? Leef je in dankbaarheid aan God? Laat je elke dag Gods liefde door je heen stromen en geef je die liefde vervolgens ook weer door aan anderen? Als ik voor mezelf spreek, ik probeer dat wel. Ik probeer te leven uit Gods liefde en die liefde ook weer door te geven. Maar tegelijk moet ik zeggen dat ik daarin voortdurend tekortschiet. Dat ik me zo vaak laat afleiden door allerlei andere dingen en belangen. Dat ik nog zo vaak ondankbaar ben aan God. En dat er nog zoveel verkeerde drijfveren in mijn hart zitten. Ik voldoe niet aan de roeping waartoe ik geroepen ben. Waartoe ik geschapen ben. En dat zal bij u jou niet veel anders zijn, vrees ik. Zelfs als je goed wil doen, merk je hoe lastig dat is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ben er ellendig aan toe, verzucht Paulus. Ik kan dat volmondig nazeggen. Het lukt niet om te leven uit Gods genade en liefde. Om te leven zoals God dat wil. Lukt dat u wel? Lukt het jou wel? En wat is er dan een bemoediging? Om te horen wat Jezus doet. Hoe hij die weg gaat, heel zijn leven door. Zelfs als klein kind gaat hij die weg al. Kijk maar in deze verse. Als kleine jongen gaat hij al precies de weg die het volk Israël gegaan is. Nu al vereenzelvigt hij zich met het volk. Nu al deelt hij in de verdrukking die zijn volk ondergaan heeft. Nu al moet ook hij uitwijken voor dreiging en gevaar. Heel de weg die het volk Israël gegaan is, neemt hij over. Heel de weg die u en ik zouden moeten gaan, neemt hij over. Hij toont zich solidair met Israël. Met wat Israël niet kon en wat u en ik niet lukt en niet kan. Hij gaat die weg. Van de kribbe naar Egypte. Van Nazareth naar het kruis. En daarom is er hoop. Voor Israël en voor de heidenwereld. Deze Jezus is uit Egypte geleid, uit het slavenhuis, om Israël en de heidenen te bevrijden van slavernij. Van de slavernij aan de zonde en aan de slavernij aan de dood. Bij Jezus begint het nieuwe leven. Daarvoor heeft God hem uit Egypte geroepen. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor die grote bemoediging die er in deze paar zinnen zit. U heeft uw zoon Jezus uit Egypte geleid. U bent met hem de weg gegaan die u met Israël wilde gaan,
maar waar het volk Israël niet aan kon voldoen. En dan moeten we eerlijk beleiden, Heer, dat wij er ook niet aan voldoen. Wij voldoen ook niet aan de roeping waartoe u ons geroepen heeft. Het lukt ons ook niet om te leven uit uw genade en liefde. Maar de Heer Jezus is die weg gegaan, in al zijn facetten, in al zijn aspecten. Ook in alle dreiging en weerstand die daarmee gepaard gaat. Ook Jezus is als klein kind al uitgeweken naar Egypte. En uit Egypte gehaald. Uit Egypte bevrijd. En Heer, dat is ook de bevrijding die u ons wilt schenken. Door hem heen. Dat is de hoop die we mogen hebben. En de verwachting. Ook in deze dagen rond kerst. Ga zo met ons, Heer. Plant die hoop en verwachting in ons hart. En leer ons daar de blijdschap van kerst te verstaan. Ga zo met ons en leid ons. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen.